En dan zijn we klaar om zelf een weerbericht te leren aflezen. Hier zie je het eerste weerberichtje staan. Wat kunnen we daaruit afleiden? En dan moet je dan gaan proberen te benoemen. Belangrijk ook dat je bijvoorbeeld kijkt, hier luchtvochtigheid, dat betekent 83%. Dat betekent dat je heel vochtige lucht gaat hebben. Temperatuur, dat kennen we natuurlijk. 9 graden, is dat warm of koud? Moet je zelf even overredeneren. En dan kan je de vraag gaan invullen. De wind vandaag, is die warm en droog? Dus gaat het warm aanvoelen? Dan moet je naar de temperatuur gaan kijken. Of is het warm en vochtig? Als je denkt, ja, het is wel warm, maar ook wel vochtig. Of het is koud en vochtig. En je gaat het juiste aanduiden. Het is vandaag weer om, is het een, om in short en een t-shirt naar school te gaan. Om best een jas mee naar school te nemen of om winterkledij te dragen. Even zelf kijken naar het weerbericht. Wat zou jij daar doen? Dan zien we een tweede weerberichtje staan. Wat is hier de minimumtemperatuur, dus de laagste temperatuur van de dag? Wat is hier de maximumtemperatuur, de hoogste temperatuur van de dag? Het is vandaag zonnig, half bewolkt of is het bewolkt? Als je dit kijkt, wat zou jij dan invullen? Er waait vandaag een westenwind, een oostenwind of een zuiderwind. Kijk goed naar uw kadertje, want je moet kijken van waar dat de wind dan komt. De windsterkte, is die 4 km per uur of 4 Beaufort? Windsterkte gaan we altijd in een bepaalde schaal zetten. En dat is een speciale schaal die noemt Beaufort. Dus dat geef ik eigenlijk cadeau. Dat zullen we ineens aanduiden ook. Dus kan je hier Beaufort gaan aanduiden. Dan zien we het weerbericht of de weervoorspellingen voor Brasschaat de komende 5 dagen. Dat is niet nu natuurlijk, dat is een weerbericht dat ik er heb uitgenomen. Wanneer hebben we de meeste kans op regen? Is dat zaterdag, donderdag of dinsdag? Je kan dan gaan denken, dinsdag staat hier niet op. Maar er staat wel op vandaag, morgen en dan donderdag. Welke dag zou het dan hier zijn? Even over nadenken. Dat is dan de dag voor donderdag. Schrijf dat er hier dan ook bij. Welke dag is het hier dan? Dus nog een dagje vroeger. Welke dag is het hier dan? Zo heb je 5 dagen op een rij. Wanneer hebben we de meeste kans dan op regen? Ja, neerslag, het percentage gaan bekijken. Welke percentage ligt dat het hoogst? Wat is de beste dag om een barbecue te houden? Dus moet je zelf even gaan kijken. Welke dag zou jij kiezen om een barbecue te houden en waarom? Leg dan een keer uit. Als ik een barbecue zou houden, dan zou ik met 2 dingen rekening houden. Namelijk, het moet warm zijn en ik wil zo weinig mogelijk regen. Dus welke dag is daar perfect voor? Op welke avond kunnen we de meeste sterren zien schitteren? Wanneer zie je sterren schitteren? Denk daar eens over na. Dus wanneer ga je naar de sterren kunnen kijken? En welke dag is dat dan? Dus het moet 's avonds zeker heldere hemel zijn. Kijk dan even naar je schema. Welke dag kan je dan opschrijven of aanduiden? Op zaterdag hebben we een noordoostenwind. Waait er een wind tussen de 0 en de 3 km per uur? Hebben we een koude, vochtige wind? Of kunnen we vlaggen zien wapperen? Toont de weerhanen de juiste windrichting? En is de wind voelbaar? Ah, dan moet je even naar zaterdag gaan kijken. En dan kan je alle juiste antwoorden, maar ik kan al zeggen, er is maar één juist antwoord. Je duidt dat dan aan. En dan als laatste vraag, geef de minima en de maxima, dus dat is de minimumtemperatuur en de maximumtemperatuur van zaterdag. Dus hoeveel graden is het minimum en hoeveel is het maximum? Dan komen we bij een nieuwe kaart. Wat is volgens jou de juiste uitspraak? Als je dit ziet, dan kan je op het VRT of op het VTM-nieuws kan je dat nakijken, zo'n bericht. En dan komt er altijd zo'n kaart te staan. Ik ga die even uitleggen. Ik ga dit niet cadeau geven. Een hoge drukgebied, dat is dit, een H.
Dat betekent dat er warme temperaturen op komst zijn. En dit, die vlaggetjes, dat zijn storingen. Dat betekent dat er neerslag of sneeuw of een soort neerslag, dat die op komst is. Wat voor weer wordt er nu verwacht? Weerkaart A voorspelt die minder goed weer dan weerkaart B, of weerkaart A voorspelt beter weer dan weerkaart B. Dus één van de twee aanduiden. En dan hebben we ons laatste kaartje over België. En jij moet gaan aanduiden, dit is het weerbericht dat wordt ingesproken. En jij moet gaan zeggen, gaat dit over weerkaart A of over weerkaart B? Dus ik lees even voor. Vandaag wordt een vrij gure dag met geregeld buien. Tussendoor komt de zon ook tevoorschijn. Sommige buien kunnen flink uitpakken, waarbij zelfs onweer voorkomt. In de Ardennen is het zo koud dat er smeltende sneeuw kan vallen. De maxima komen uit rond 10 graden. Erg koud voor deze tijd. In de Ardennen komt het kwik niet hoger dan 6 graden. De Ardennen, dat is hier aan de onderkant. Dus waar wordt het niet warmer dan 6 graden? Even nadenken. De wind waait daarbij matig uit de westelijke richting. De minima elders liggen rond de 5 graden. Dus duid de belangrijke gegevens aan en ga dan kijken, gaat dit over weerkaart A of over weerkaart B, en duid het juiste antwoord aan. Veel succes!